Dit is echt niet normaal wat voor apengeluiden hier om hoort. Die zijn nog niet in hun eigen buitenverblijf, maar in een ander gedeelte. Deze week ga ik een video opnemen met Daphne. Hey Daphne. Hallo. Ja, jullie gaan alles vertellen over de Siamang. Ik hoor je echt bijna niet meer. Ik ben vooral benieuwd naar hun geluid. Oh ja, en ik neem vandaag iemand mee. En dat is Joep. Hoi. Hey, ik ben Joep. Ik studeer toegepaste biologie aan de HAS in Den Bosch. Ik loop vandaag mee. Oké, we gaan naar de Siamangs. Ze zitten buiten nu. Doen we iedere ochtend het luikje dicht zodat ze buiten zitten. Dan kunnen we ze buiten doen. Maar ze hebben deze hokken, ze gaan nog iets verder. En zitten ze hier ook met andere apensoorten? Ja, er zijn hier meerdere apensoorten, maar ze zitten niet samen in een hok. Ze hebben echt allemaal een eigen hok. En dit hier. Dit is echt niet normaal wat voor apengeluiden hier om hoort. We horen dus de Siamangs. Ja. Dat is dat. Hoe geluid. Dan heb je de Laponders volgens mij. Ja, maar die maken weinig geluid. Dit zijn gibbons. Gibbons? Ja. Nou, dat zijn een vogel. Ja, geluid. Maar de gibbons en de Siamangs zijn wel familie van elkaar. Alleen de Siamang is eigenlijk een hele grote gibbon geworden. Het is lastig om elkaar te verstaan, maar in ieder geval, dit is het binnenverblijf. Ja, we gaan ze naar buiten laten, hè, vandaag. Ja, ik heb ze nu in dit hok gedaan, want we moeten zo meteen door de tunnel heen. Ik ga jullie de tunnel laten zien. Hij begint daar bij die witte schuif en dan loopt hij helemaal omhoog tot daar. En vanaf daar, bovenaan, gaan ze de touwen in. Naar de bomen. Laten we deze open. Kunnen ze de tunnel in? Dit is dus die keelzak die je hier ziet. Echt een grote keelzak. En daarmee maakt hij dat ongelofelijke geluid. Oh, wow. Er zit er nog één. Dit is mooi om te zien. Kom, op de dak. Wat ga je doen, Joep? Ik ga de luiken dicht doen. Als Oké. Dan ga ik achter Daphne aanrennen. We gaan nu door de touwen naar hun eigen plek. Ze wachten wel op papa, dus het mannetje worden ze. Kijk, daar komen ze eruit. Dit is echt geweldig. Wow. Hier komen ze dus uit de tunnel, hè? De tunnel van Laponders en de Siamang. Zo, kijk, maar hoog klimmen. Mooi, hè? Wow. Kijk, en daar komt de rest. Vader achteraan, moeder als tweede. En dan voor en midden van de Is het één gezin? Het is één familie, ja. De jongen blijven altijd een paar jaar bij hun moeder, bij hun ouders eigenlijk. Ja. En, maar we proberen het zo lang mogelijk. Vertel me meer over dat hoge geluid, want ik filmde de Siamang net van dichtbij en toen zag ik een enorme keelzak. Ja, klopt. Die keelzak zetten ze op omdat ze nog meer en harder geluid kunnen produceren. Dat, ja, het versterkt het geluid. Het is eigenlijk een soort muziekinstrument. Ja, ja. Maar eigenlijk hebben heel veel apensoorten echt een super hoog geluid. En waarom kan de Siamang dan, is dat een apensoort met het hardste geluid? Ja, de Siamang maakt het hardste geluid. En van alle apensoorten die er zijn? Dat weet ik niet precies, want de gibbon doet namelijk ook heel hard. De gibbon en Siamang zijn natuurlijk hetzelfde soort. Dus ik denk dat we bij de gibbonsoort die gewoon het hardste geluid kunnen maken van de apen. Alright, en nu zit ze in het buitenverblijf. Ja. Oh, dat wil ik even laten zien. Ja, hier blijven ze de rest van de dag. Mits het heel slecht weer wordt, dan mogen ze natuurlijk naar binnen. Maar ze vinden het heerlijk hier. En wat eten ze nu? Paprika en witlof. En wat zaden van mais en zonnebloemzaden. Oké, Daphne, ik wil je weer super erg bedanken. En wil jij nou meer over bepaalde apensoorten weten? Laat het dan even achter in een comment. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En laat even een dikke duim achter. En dan zie ik je graag volgende week weer. Doei doei!